Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken hoe je scheidingsmethode kunt toepassen in chemische industrie. Als je een reactie uitvoert, krijg je bijna nooit een zuivere stof. Je krijgt altijd bijproducten of afvalproducten en die moet je dus scheiden. Redenen waarom je bijproducten of afvalproducten krijgt zijn, nou, bijvoorbeeld een evenwichtsreactie. Als je ammoniak wil maken, doe je dat met stikstof en waterstof. Maar omdat het een evenwichtsreactie is, hou je nog wat van die beginstoffen over. Nou, die moet je dus scheiden om zuiver ammoniak te krijgen. En wat je dan meestal doet, is dat je die stikstof en waterstof gaat recyclen. Maar dus een reden om te moeten scheiden. Een tweede voorbeeld is dat je een bijproduct krijgt. Als je chloorethene wilt maken, dat wordt gebruikt om uiteindelijk PVC te maken. Als je chloorethene wil maken, kun je dat doen door het afsplitsen van HCl van 1,2 dichloorethaan. Dan krijg je het bijproduct HCl. Maar dat moet je dus scheiden, want je wilt natuurlijk verder met dat chloorethene. Dus een reden om te scheiden. Een volgreactie is een ander voorbeeld. Als je een volgreactie hebt, bijvoorbeeld als we dat chloorethene en HCl hebben gekregen, kan het zijn dat het HCl weer met een additiereactie hier gaat reageren. Bijvoorbeeld met de H links en het chlooratoom rechts. En dan krijg je 1,1 dichloorethaan. Dus als deze reactie plaatsvindt met de producten die je net gemaakt hebt, heb je een volgreactie waarbij je een ongewenst product krijgt. En dan zul je moeten scheiden. Een ander voorbeeld is een nevenreactie. Stel je voor je wilt 2 chloorpropaan maken. Met het chlooratoom op plaats 2. Dat kun je doen door additie van HCl aan propeen. Maar dat chlooratoom gaat hier aan de middelste, maar het kan natuurlijk ook dat het chlooratoom aan het eerste koolstofatoom gaat zitten. En dan krijg je 1 chloorpropaan, een nevenreactie, oftewel een bijreactie. En dan moet je dus ook scheiden. Nou, dat kun je dus doen met scheidingsmethoden. En in de derde klas heb je 8 verschillende scheidingsmethodes gehad. Misschien is het leuk om het filmpje heel even te pauzeren en op je hand na te tellen hoeveel je er nog weet. Filtreren, bezinken, centrifugeren, destilleren, indampen, extraheren, adsorberen en chromatograferen. En let bij dat adsorberen op die D. Ik ga ze niet allemaal bespreken, maar wat ik wel over kwijt wil is dat in de chemische industrie proberen we vaak continue processen te doen. Dat heb je ook al eens in een eerdere les gezien, continu proces. Maar als je gaat filtreren bijvoorbeeld, dan heb je een filter. Dat filter raakt een keer vol. Dus dan zul je moeten stoppen met het proces om het filter te vervangen of om het filter leeg te scheppen. Dus filtreren is een beetje lastig om in een continu proces te doen. Of je moet al iets met 2 filters gaan doen en dat je gaat afwisselen. Dus sommige scheidingsmethoden zijn geschikter voor continue processen dan andere. Destilleren is een heel mooi voorbeeld van eentje die heel goed continu kan. Extraheren ook. Chromatograferen, dat heb je in de derde gehad met zo'n papiertje. 2 stippen op van filtstiften en dan zet je de loopvloeistof. En dan gaat die loopvloeistof naar boven en dan gaan die stippen, die trek je uit elkaar. Misschien kun je dat nog herinneren dat je dat gedaan hebt. Dat is natuurlijk met een papiertje werken in de chemische industrie, dat is niet heel handig. Elke scheidingsmethode maakt gebruik van een stofeigenschap. Misschien is het leuk om het filmpje weer even te pauzeren en te bedenken bij welke scheidingsmethode je de stofeigenschap nog weet. Ik zal er eentje noemen. Bij filtreren hoort deeltjesgrootte. Probeer eens even te bedenken welke bij die andere horen. Nou, bij bezinken hoort dus dichtheid, centrifugeren ook. Bij destilleren kookpunt, indampen, vluchtigheid. Extraheren, oplosbaarheid, adsorberen, daarom die D, hechten aan een oppervlak, doe je met actieve kool, misschien heb je dat ook wel eens gedaan. En deze scheidingsmethode en die bijbehorende stofeigenschappen, die moet je kennen. Dus het is misschien verstandig om het filmpje even te pauzeren en dit over te schrijven in je schrift. Een voorbeeld van destilleren in chemische industrie is bijvoorbeeld gefractioneerde destillatie. Ga ik nu al niet al te veel over vertellen, want dat hebben we al eens in een eerdere les gezien. Die link die zie je hier in de rechterbovenhoek. Aardolie gaat erin en er komen verschillende vloeistoffen uit. Dus vloeistoffen kun je mooi scheiden met destilleren. Dan maak je gebruik van het verschil in kookpunt. Oké,
Een voorbeeld is, zien we hier, als je ammoniak gaat produceren uit stikstof en waterstof, dan wordt dat vaak gedaan via het Haber-Bosch-principe. Waarschijnlijk heb je die in de eerdere les al eens gezien. Hier zie je die twee mannen, Fritz Haber en Karl Bosch. En zij gebruiken methaan, waterdamp en lucht om stikstof en waterstof te produceren, maar dan krijg je het bijproduct CO2. Dus moet je scheiden. En nou, CO2 heeft een veel hoger kookpunt dan stikstof en waterstof. Dus dit ga je scheiden op temperatuur. Die gaat hier koelen. En je moet ook uit kunnen leggen waarom dit een hoger kookpunt heeft. CO2 is een groter molecuul, bindingen enzovoort. Dan ga je met dat stikstof en waterstof een reactie uitvoeren. Maar eerst, zoals je hier al ziet, een evenwichtsreactie. Dus hou je stikstof en waterstof over. Dus ga je hier weer scheiden. En dat kun je bijvoorbeeld doen op kookpunt. Want ammoniak heeft een veel hoger kookpunt. Waterstofbruggen en zo. Je kunt ook water gebruiken om het stikstof, om het ammoniak te laten oplossen en stikstof en waterstof niet. Dus je moet hier ook scheiden en dan zie je hier die recycle waar ik het net al over had. Oké, tot zover scheidingsmethoden in de chemische industrie. Wil je nou oefenen? Kijk op mijn website. Bij oefenen vind je extra oefenmateriaal ook over dit onderwerp. Ik dank je wel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.